Zijn deze week weer twee kinderen jarig geweest? Oh, wie dan? Nou, als eerste is Nathan jarig geweest. En hij is wel 5 jaar geworden. Wauw, alweer 5. Jongen. En dan zeggen we natuurlijk altijd nog van harte gefeliciteerd, hè? En we hopen dat je een hele leuke dag gehad hebt. Leuke cadeautjes hebt gekregen en lekker taart gegeten hebt natuurlijk. En wie was er nog meer jarig dan? Fleur, die was ook jarig. En Fleur, die is wel 7 jaar geworden. Wauw, nou, ook jij nog van harte gefeliciteerd. En hoop natuurlijk ook dat jij een hele leuke dag gehad hebt. Ook mooie cadeautjes hebt gekregen. En natuurlijk ook lekkere taart hebt gegeten. Ja, hè? Hey, jongens en meisjes, weten jullie wel dat ik stiekem weggelopen ben? Nou, ik denk dat de kinderen dat of wel gehoord hebben in de dienst van vanmorgen, of anders weten ze het nu alvast. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En jij vond dat niet zo grappig, toch? Nou ja, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk vond ik dat helemaal niet grappig. Vond ik helemaal niet leuk. Ik was je in één keer kwijt. Dat is niet leuk. Nee, nou ja, ik vond het zelf eigenlijk ook wel een beetje eng. Vond je het zelf ook wel een beetje eng? Waarom vond je het dan wel een beetje eng? Nou, ik was opeens helemaal alleen. Ja, dat snap ik. En wat heb je toen gedaan dan? Nou, eerst moest ik wel een beetje huilen eigenlijk. En daarna ging ik bidden om te vragen of ik niet meer alleen mocht zijn. Nou, dat vind ik heel knap van jou, hè, dat je dat gedaan hebt. En weet je, dan ging het in deze dienst van deze zondag ging het over een verhaal. Dat er een schaapje was die weggelopen was, toch? Ja, daar ging het inderdaad over in de dienst. En weet je nog wat dominee Tom over gezegd heeft? Dat is een hele goede vraag. Hij zei dat we eigenlijk tegen Jezus mogen zeggen dat we graag een schaapje van hem willen zijn, toch? Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, we mogen vragen of we een schaapje mogen zijn van hem. En wat zei hij daar nog meer over? Nou, hij zei dat we mogen vragen aan Jezus of Jezus ons terug wil brengen als we weggelopen zijn. Maar wat bedoelt Jezus daar eigenlijk mee? Of dominee Tom? Nou, dominee Tom, die bedoelt daar geloof ik mee, want Jezus heeft het natuurlijk ook gezegd dat je dat natuurlijk altijd mag doen. Maar dominee Tom, die bedoelt er denk ik mee dat als jij bijvoorbeeld je hebt iemand ruzie gemaakt met je broer of met je zus, en dat je dan sorry mag zeggen tegen je broer of je zus, en dat je dan aan Jezus mag vragen of hij de volgende keer wil helpen om niet weer ruzie te maken, maar gewoon niet elkaar te zijn. Dus begrijp je dat een beetje? Nou, eigenlijk denk ik het wel een beetje. Maar begrijpen de jongens en meisjes thuis dat ook dan? Nou ja, ik hoop er natuurlijk van wel. En als je het nog niet helemaal begrijpt, dat snap ik best. Dat snapt Bob natuurlijk ook. Dan kun je natuurlijk even vragen aan papa of mama. Wat dominee Tom en Jezus daar nou mee bedoeld hebben. En ja, maar probeer maar te vragen als je ruzie hebt gemaakt of je hebt iets stout gedaan natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook, dat je dan aan Jezus vraagt van, hey, wilt u me helpen om het de volgende keer niet weer te doen? Je probeert om lief te zijn. Oh, nou, ik denk dat ik het wel begrijp en ik hoop jullie thuis ook. En nou, dan zeggen we nu weer,